René Oosterhof, het was voor ons een grote verrassing dat jij opeens onder de lat stond bij Heerenveen. Voor jou ook? Ja, zeker. Het was een verrassing. Ik hoorde het 5 minuten voor de wedstrijd. Dus, 5 minuten? Ja, Brian die ging in de warming-up toch vanaf. Wat hij precies had, weet ik niet. Maar ja, dan moet de knop snel om. Ja, en hoe gaat dat? Ja, je kent niet zoveel. Je moet trek je shirt aan en je gaat veld. Dus, Daar komt de trainer naar je toe en zegt, René, ik heb een mededeling. Je moet spelen. Hij kwam naar me toe en gaf me een hand en zei ze succes. En wat denk je dan op dat moment? Nou, ik was klote voor Brian, maar ik was er blij mee. Ja, natuurlijk, want dit is jouw officiële debuut bij het eerste team, hè? Ja, klopt. En hoe heb je dat ervaren? Nou, ik heb ervan genoten. Van de sfeer in het stadion. Het was uitverkocht, dus hartstikke leuk. En ik heb ervan genoten. Ben je tevreden over de wedstrijd die jij gekiept hebt? Het geheel wel. Wel twee, drie slippertjes. Vooral de eerste helft was een foutje. Is dat gewenning? Ja, weet ik niet. Kijk, de eerste helft, ik wou het wat voetballend oplossen. Maar iets te voetballend. Ik denk dat je hem dan gewoon weg moet schieten. Ja, dat heb je vandaag wel geleerd. Gewoon die bal, de tribunes in rossen misschien. Ja, soms is dat wel het beste, ja. Tot 3-0 dacht ik, nou, niks aan de hand voor Heerenveen. Het gaat prima, het loopt lekker. En dan opeens. Dan lijkt het of het niet meer lukt. Wat gebeurt er na die 3-0? Want dan wordt het ook zomaar nog 3-1. Ja, kijk, bij 3-0 is in ieder geval in principe de wedstrijd gespeeld. En dan sluipt het er misschien een beetje in dat het wat gemakzucht wordt. Of een paar kleine foutjes. En dan denken ze ook van, ja, er valt nog wel wat te halen. Dus ja, dan is het eigenlijk de bedoeling dat je het nog meer op slot gooit. Maar goed, dat deden wij niet. En dan krijgen zij een kansje en ze maken een goal. Ja, is dat heel erg balen voor jou? Want ja, je hebt zo'n wedstrijd tegen Hakkemaarse Boys waar je van tevoren denkt, ik kan misschien wel, hè, de nul houden. En dat gebeurt dan niet. Ja, dat is wel het doel als je de wedstrijd begint. Je wilt de nul houden. En als dat dan niet lukt, dan baal je daar wel van. Dan in de rust, wat wordt er gezegd? Dat wij na rust, het was 3-1 bij rust, ja, dat je snel moet uitbouwen naar 4-5-1 en dan is het helemaal klaar. Ja, en uiteindelijk is het een ruime overwinning geworden. Ja, dan kun je dus gewoon toch wel tevreden zijn. Ja, eigenlijk wel, ja. Je bent een ronde verder. Precies, daar gaat het om. 6-1 winnen, een ronde verder in het KNVB-bekertoernooi. Ben je tevreden? Ja, het kan bij momenten kan nog wel veel beter, maar het resultaat is goed. En net wat jij zegt, je bent een ronde verder, dus dat is het belangrijkste van vanavond. En je hebt een hele mooie goal gemaakt. Je eerste in dienst bij Heerenveen, hè? Ja, dat klopt. En ik denk wel een van de mooiste goals die ik gemaakt heb, dus dan is het gelijk wel goed, hè? Ben je een speler die veel scoort? Nou, gemiddeld denk ik 3-4 goals in het seizoen. Dus dat was de eerste. Maar ik heb ze liever in de competitie, hoor. Dan is die belangrijker vaak. Ja. Tenminste, vanavond wel. Ja. Toen werd het 2-0 door jou dus. Daarna 3-0. En toen dacht ik, nou, ik had in het bakje, dit misschien wel een hele grote uitslag. Maar na de 3-0, het stokte een beetje. Hoe kon dat? Ja, dat is lastig. Lastig om te zeggen. De concentratie ging gewoon een beetje weg na een half uur. En dan maak je het jezelf weer lastig. En zeker als je dan nog weer een goal tegen krijgt. Ja, dan maak je het jezelf heel moeilijk. De tegenstander doet het niet, maar dat doe je zelf. En dat mag niet. En dat zeg je altijd van tevoren wel dat het niet mag. En toch overkomt het iedereen bijna. Ja, wat gebeurde er precies bij die goal? Want die jongen die scoort van Wijk, die kan wel heel makkelijk er doorheen komen. Tussen 3 man door. Misschien wel knap van hem, maar ja, niet goed verdedigd? Nee, het was zeker niet goed verdedigd. Volgens mij onderschepte Jeffrey de bal. Toen werd hij opgepakt door die middenvelder. En die kapt en die komt eigenlijk tegen mijn been aan. En in de kluts komt hij weer voor zijn voeten terecht. Ja, staat hij in 1 keer 1-op-1 met de keeper. Dus is gewoon niet goed verdedigd. En mag niet. In de tweede helft nog redelijk wat kansen gehad. Uiteindelijk wordt het dan 6-1. Had je misschien nog wel meer kunnen scoren? Ik denk zeker dat we meer hadden moeten scoren. Ik denk zeker de eerste half uur heb je al een kans om 4-5-0 te maken. In plaats van die 3-0 wat er dan op bord staat. En dan is die wedstrijd helemaal gespeeld. En dan maak je er nog wel meer, denk ik. Maar goed, het belangrijkste is wat we al zeiden aan het begin. Hè. We zijn een ronde verder. En ja, op zich op een redelijk makkelijke manier. Ja, goed. En ik denk voor de mensen hier dat het een leuk voetbalfeestje was. En wij zijn een ronde verder en dat is het belangrijkste. En de volgende tegenstander zal zeer waarschijnlijk wat pittiger zijn. Ja, donderdag, hè, de loting. Ga je het kijken? Of, Het zal wel weer laat worden. Dus ik denk dat ik dan in mijn bed lig. En dan hoor ik het vrijdag ook wel. Gefeliciteerd met de overwinning. Maar ook gefeliciteerd met jouw eerste echte treffer voor het eerste van Heerenveen, hè? Ja, had er meer moeten zijn, maar ik ben blij met mijn goal. Ja, je zegt het al, het hadden er meer moeten zijn. Ja, scherpte, waar lag het aan? Dat je niet die tweede of misschien wel die derde had kunnen maken? Ja, het was ook een beetje ongeluk, maar ik had er sowieso nog wel eentje bij moeten scoren. Dus dat lag gewoon aan mezelf.
komt op een gegeven moment al vrij vroeg in de tweede helft het veld in. Met welke opdracht? Ja, gewoon om ze onder druk te houden en gewoon om verder uit te bouwen die de goals. Ja, want op dat moment was het even een fase waarin Heerenveen het moeilijk had. Na die 3-0 stort het een beetje, hè? Nou, ja, viel best wel mee, vind ik, maar... Oh, leek het misschien zo? Ja, we hebben het sowieso onder controle gehad. We zouden sowieso het niet moeilijk krijgen, maar ja, het was gewoon misschien eventjes moeilijk, maar geen zorgen. Geen zorgen, nee. 6 keer scoren. Is dat genoeg vanavond? Nou, dat had meer moeten zijn. Vooral ik had wel een paar kansen en ja, het had gewoon meer moeten zijn. Heb je genoten van de sfeer in het stadion? Ja, het was zeker een mooie sfeer. Ja, veel mensen uit Friesland, dus ja, het was echt leuk. Ja, de Hakemase Boys supporters bleven zingen, maar ook de Heerenveen supporters waren nadrukkelijk aanwezig. Ja, dus, op zich was het wel een leuke wedstrijd, dus ja, het is wel leuk voor het publiek natuurlijk. Ja, ruime overwinning, veel goals. Ja, nu wachten tot donderdagavond, de loting. Ja, er zitten nog een aantal amateurploegen in, een paar uit de Jupiler League. Heb je nog voorkeur voor een ploeg? Nee, ik heb geen voorkeur. Hier komt iedereen wel een keer tegen, dus ja, dankzij het. Want je hebt al veel minuten gemaakt in de beker, hè? In de beker. VVW al, nu alweer. Ja, in de beker heb ik veel minuten gemaakt, ja. Maar ja, ik hoop dat ik de volgende keer weer veel minuten mag maken. En, ja, het smaakt naar meer, denk ik. Ja, zeker. Geniet ervan. Dank je.